Leerkrachten die hebben aangekondigd uit de vakbonden te stappen, moeten weten dat handelen zonder de bond voor eigen rekening is. Dit zegt Bernice Baron, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond KOB. Tot vandaag heeft geen enkel lid van de KOB zich uitgeschreven. Echter hebben enkele KOB-leden wel meegedaan aan de straatacties van de protestgroep in de afgelopen week. Volgens Baron moeten leerkrachten begrijpen dat de bond er niet alleen is om op te komen voor betere vergoeding. Er zijn tal van zaken die spelen met je werkgever. Wie gaat dat voor je oplossen? Een gewone individu, gaat het niet voor je kunnen doen. Als je lid bent van die organisatie, gaat alleen die organisatie dat voor je kunnen doen. Stel bijvoorbeeld je zou met ontslag moeten gaan. Of men vindt van je werktijden, aan ziekte komt men niet. Maar stel dat die werkgever tegen je zou zeggen van kijk, je bent wel langdurig ziek geweest. En het burgerlijk wetboek bij ons zegt, tot 6 weken aan ingesloten, kunnen we wel aan je loon gaan. Toch? En dan is het de bond die dat voor je moet beslechten. Als organisatie snappen we het. Leerkrachten verdienen te weinig. Maar toen ook. Toch? Nu is het 7000, vanaf 6000. Maar toen verdienden we ook weinig. Toch? En die situatie was ook niet van dien aan dat je kan zeggen van het zag er geweldig uit. Toch? Die koers is gestegen. Toen verdienden we ook al weinig. Maar wat ik vraag. Je gaat wel niet elke keer blijven zitten en blijven kijken. Klopt, helemaal. We hebben wel gezegd van mensen, laten we kijken wat we voor jullie naar binnen kunnen halen. Maar het is niet eenvoudig om die 3 dagen in de onderhandeling te zitten. Toch? Als het zo makkelijk voor ons was, hadden we het in 1 dag bereikt. Ze zien trouwens die groep die de straat op is gegaan. Ze hebben tenminste gezien wat ze is overkomen. Toch? Ze hebben het meegemaakt. En dan zeg ik het is een ervaring voor hun, dat ze zien dat het niet makkelijk is om te onderhandelen. Baron gelooft dat de leerkrachten aangesloten bij de protestgroep niet goed zijn geïnformeerd. De protesten hebben namelijk te maken met een TWK die ten einde is gelopen en een nog te betalen toelage voor afstandsonderwijs. Ze zegt dat de KOB haar leden wel heeft geïnformeerd over welke periode de TWK uitbetaald zal worden. We hebben 2 toelages. 1 toelage is stopgezet. Nou, TWK, laat me dat duidelijk stellen hoor. Niet die toelage op zich, maar die TWK. Van 1 is stopgezet en die andere gaat nog, denk ik, 3 maanden door of 2 maanden. En als je iets ontvangt en je organisatie heeft je het verteld van kijk, het gaat nu in met terugwerkende kracht van zo'n maand. Dan moet je daar mensen rekening houden dat een TWK niet eeuwig betaald blijft, toch? Het gaat een keertje stoppen. Maar wat schetst mijn verbazing, dat ik nog steeds lees op social media dat collega's aangeven dat ze die toelage helemaal niet ontvangen. Dus los van die TWK, maar die toelage op zich, dat ze die ook niet ontvangen. Bij ons heet het afstandsonderwijs, omdat we de mensen internet nodig hebben om zaken te sturen naar onze leerlingen. En daar heb je ook nog eentje permanente educatie, dat is een ondersteuning aan collega's die studeren. Maar iedereen krijgt het, toch? Oké, en over die toelages hebben ze het. Dat die toelages niet meer gestort worden. Dat is niet zo. Het kan dat er ergens misschien een fout is gemaakt bij een van ze. Dat ze het niet krijgen. Maar dat is, het is niet waar dat het overal gestopt is. Maron drukt de leerkrachten op het hart dat een ieder een slechte tijd doormaakt. Hoewel ze niemand wil ontmoedigen in hun handelen, ziet ze graag dat mensen een positieve houding nemen bij elke handeling.